Kijk, ik heb het opgericht. En in die tijd waren we heel erg bezig met het vinden van een plaats om te repareren. Om reclame te maken, dat de mensen kennis krijgen van het bestaan van het Repair Café. Om vrijwilligers te vinden. Dat is ook een heel proces. En nu draaien we 2 jaar ongeveer. En het is druk, er gebeurt van alles. Het krijgt een plek in Almelo, het heeft een plek gevonden in Almelo. Wij zouden graag eigenlijk ook willen dat ook wat jongere mensen het belangrijk vinden om, als iets kapot is, om daarmee naar een repaircafé te gaan. Want eigenlijk is ons ideaal om zo bij te dragen aan de duurzaamheid dat iedereen die iets kapot heeft denkt van, hey, niet meteen weggooien of ik heb geld zat om iets nieuws te kopen, maar kijk of ik het kan maken. Het gaat over grondstoffen, het gaat over een duurzame samenleving. Ja, ik ben reparateur bij het Repair Café. Wat voor apparaten repareert u? Nou, bijna alles wat er binnenkomt. Ja, we zijn van 1:30 tot 3:30 zijn we bezig met reparaties. Hoeveel mensen komen er ongeveer met elektrische apparaten? Nou, gemiddeld tussen de 20 en 30 mensen. Dus zijn we met een man of 8 zijn we daar druk mee. Zijn het vaak hele moeilijke klussen? Soms wel. Soms zijn ze behoorlijk ingewikkeld. Vooral elektronica, omdat het zo verfijnd is. Maar soms ook heel makkelijk. Soms is het met 5 minuten opgelost. Maakte ze daar vroeger ook geen klompen van? Ja, ik ben gastvrouw. Ik ontvang de mensen en zorg dat ze een briefje krijgen. En zoek een reparateur die hun apparaten kan maken. En ik zorg voor de koffie en thee. Dat is eigenlijk een functie. En ik vraag mensen een vrijwillige bijdrage. Dat vind ik ook nog wel een belangrijke taak. Want we moeten hier nog alles, wat apparaten, moeten er gekocht worden. Er is nu een hele mooie nieuwe loop gekocht. Dus ja, we moeten ergens ook een beetje geld vandaan zien te krijgen. En, maar dat loopt allemaal goed. En het is leuk om te doen. Ja. Ik heb geld in het potje gedaan. Hartelijk dank voor de hulp en de lange stil moet komen. Hoe met zo'n beeld?